Meneer Dulles, u voetbalde voor Sittardia, 63 tot 1966. En Sittardia speelde ook al derbies, ook tegen MVV. Hoe beleefde u die derbies in die tijd? Ja, dat waren in die tijd zeker bijzondere wedstrijden. Zoals altijd, dat zijn meestal eigenlijk beladen wedstrijden. En er wordt meer gegeven toch in die wedstrijd als wat je normaal doet. Waarom weet ik niet, maar dat was wel het geval. En wat is uw herinnering die u het meeste bijblijft in derby? Is die er ook bij? Ja, dat was eigenlijk in Maastricht. Daar kwamen we met 3-0 voor. En toen wonnen we nog net op het nippertje met 3-2 door twee doelpunten uit corners van Gielane. Die scoorde toen twee keer. En dan hebben we het nog eventjes een kwartiertje heel erg benauwd in Maastricht. Maar ik heb het gevoel dat wij meer gewonnen hebben als dat zij van ons gewonnen hebben. Dat gevoel heb ik wel. En als u dat nu vergelijkt, toen Sittardia, nu Fortuna Sittard, u staat zelf bij de groep, bij het eerste. Ja. Die beleving, is die hetzelfde dan vroeger? Nee, dat heeft ook te maken natuurlijk met spelers dat ze niet allemaal uit de Limburgse zijn. Wij hadden een elftal met 11 Limburgers, dus dat is wel iets heel anders dan dat je met, in dit geval met jongens uit een ander gedeelte van het land, spelers gaat halen. En die hebben niet die beleving wat wij hadden toen. Maar hoe ga je ze dat dan duidelijk maken hoe belangrijk die derby is, vooral voor de toeschouwers? Sowieso, iedere wedstrijd is belangrijk, hè? Niet alleen de derby's, maar ik vind wel dat de derby wel iets extra's moet brengen. En zeker ook voor de toeschouwers. We hebben nog, vind ik, we hebben aardige wedstrijden gespeeld dit jaar. Veel te weinig nog heel erg goed van, vind ik. Met dit elftal, we zijn wel groeiende en dat merk ik toch dat de jonge jongens zich enorm gaan ontwikkelen. Vooral Timo Maris, onze rechterspits, toch een jongen die het toch heel erg goed doet. Daarbij hebben we een heel jong team. We hebben zeg maar, 1 van 26, eentje van 24. En de rest is allemaal tussen 17 en 22 jaar. Dus we hebben een heel jong elftal. Daar moeten wij zoveel mogelijk spelers van proberen te behouden. Dan moet het komend jaar moeten we gewoon een beetje ervaren mannen bij. En dan echte kerels. Hè. Echt mannen die ook de lakens gaan uitdelen in het veld. En dan denk ik dat wij wel een fantastische elftal krijgen voor het nieuwe seizoen. Maar morgen hebben we de derby tegen MVV. U zegt, we missen misschien nog iets routine, dat heeft MVV wel. Ja. Wat is dan uw prognose? Ja, MVV heeft natuurlijk achterin, het centraal duo is heel erg goed, vind ik. Daarbij hebben ze twee vleugelverdedigers die allebei graag naar voren lopen en die dat ook aardig goed doen. Stef Peters, die ken ik al heel lang, die ken ik even van het begin, ken ik die jongen. Die heb ik ook zelf gevolgd, ook nog voor VVV, toen ik op de VVV werkte. Stef is een man met een enorme paas, fantastische paas, op de strop, dat is iedere keer. Is een ballenafpak misschien niet zo goed, maar wel opbouwend heel erg goed. En voorin Brake is zich aan het ontwikkelen, heb ik vernomen eigenlijk. En met twee goede vleugels spelen, met Kroeks, ook van Genk. Hè. Ook Kroeks is ook een heel handig mannetje, met veel voorzetten. Ik denk dat we morgen gewoon een prachtige wedstrijd krijgen te zien. En daar ga ik ook vanuit. Maar, een prognose? Een prognose, ik denk dat wij lichtjes zullen winnen.